De Nederlander met Surinaamse roots, Angelo de Witt, die beweerde een Oscar te hebben gewonnen voor de visual effects van Jungle Book, loog erover. Hij was ook niet aanwezig op de rode loper van de Oscars in Los Angeles. De Witt photoshopte zichzelf op de rode loper en bewerkte zijn IMDb-pagina, een profiel voor filmprofessionals. Hij deed verschillende media doen geloven dat hij met zijn team een Oscar had gewonnen en dat hij in de zaal zat in Los Angeles. Ook een foto op Instagram had hij gefotoshopt. Daarop leek het alsof hij over de Walk of Fame liep in Los Angeles. In een video op YouTube vertelt hij aandacht te hebben willen vragen voor het werk van grafische artiesten. Hij biedt zijn excuses aan voor de uit de hand gelopen grap.